De Tuut, een appeltern, is een stoomgemaal. Deze is erg bijzonder in de regio. Dat betekent dat we water pompen van de ene kant van de dijk naar de andere kant van de dijk. En de functie is het waterniveau op peil houden, dat wij niet verzuipen in de polder. Dus het is eigenlijk een ouderwetse sluis? Ja, maar gemotoriseerd. Dus de oude was een puntsluis die werd door de natuur open of dichtgeduwd, afhankelijk waar het water te hoog was. En hier is een hulpmiddel, want wij kunnen hoger pompen als met de puntsluizen. Ja. En waarom heet het dan een stoomgemaal? Omdat wij stoom al gebruiken, oftewel kolen gebruiken om stoom te maken, om die pomp te laten draaien. Is het dan hier niet altijd heel erg warm? Ja, bloedheet. En dat past bij de temperatuur zoals die nu is. Ja. Hey, en wat is het bijzonder aan dit stoomgemaal? Hij is de laatste nieuwgebouwde in Maas en Waal in ieder geval. We hebben de 8 gehad en de installatie die overgebleven is. En die is in de Eerste Wereldoorlog gebouwd, 1918 is die in bedrijf genomen. Ja. Dus de stoom die wordt dan gemaakt in die grote ketels en dan gaat die naar deze machines. En wat doen deze machines dan? Dit zijn de pompen. We hebben 2 pompen die elk 220 kubieke meter per minuut kunnen pompen. Water? Water, ja. Dus die worden een paar meter omhoog gebracht daardoor, waardoor ze over de dijk worden gezet, dat water. Want daar gaat het even om, hè. Dus wat binnen dijks gebeurt, dat wordt over de dijk heen gezet. Maar het hangt van de stand van de rivier af ook en het waterstand in de polder. En dit zijn de pompen en het is nu hier doodstil. Ik denk dat normaal een klerenherrie is, of niet? Het is heel rustig spul, dus geen diesel of zoiets. Je hebt daar stoom, dat is warm en heet en zweet. En hier is het, als die draait, redelijk rustig. Is geen diesel, dus het is wat dat betreft een hele mooi systeem. Ja. Ja. En kunnen de mensen het ook werkend zien hier? Ja, op stoomweekenden. Dat is over een week weer, een stoomweekend. Dan draait alles. En als het een beetje mee zit, kunnen we zelfs pompen. Dat mogen we 1 keer per jaar. Dus want hij kan nog functioneren. Nou, dit is een dieseldeel. En dat ding heb ik ooit geleerd dat hij moest starten, maar was voor de corona, dus dat ben ik kwijt. En die is met al die oude dingen, die moet je 8, 9 dingen achter elkaar doen. En als je de volgorde niet goed doet, dan zegt het oude beestje, ik vind het goed. Ja. Hey, en wat ligt hieronder dan, in die schenkdingetjes? Nou, dat is puur olie, want dat ding moet je elke keer opnieuw even smeren. Dat is je heel gevoelig voor. Want hij staat natuurlijk heel veel stil, deze. Dus elke keer als je hem geruikt is, heeft bepaalde volgorde eventjes klepjes omhoog. Die bijvoorbeeld, en hier zit ook, dat zie je, daar moet je ook wat in. En dan hebben we nog die ouderwetse dingen. En dan staat iemand even te druppelen, zo. Ja. Gewoon lekker, zichtbaar. Ja. Ja, leuk. Kun je ook vertellen wat hier nou eigenlijk precies allemaal te doen is in het stoomgemaal? Voor de bezoekers? Voor de bezoekers. Nou, 2 dingen. Je kan je laven en genieten aan lekkere biertjes en een stukje appeltaart en goede koffie. Dat is even de doederijkant. En de andere kant is gewoon, je kan ook ruimtes huren voor vergaderingen eventueel. Dus dat zijn ook mogelijkheden die je hebt. Iets verderop in Afferden kon ook een bijzonder monument bezocht worden. Namelijk de Oude Toren. Nou, deze hele oude toren van de 14e eeuw, die is in 2004 in handen gekomen van Stichting de Oude Toren. En met als gevolg dat we met vrijwilligers en heel veel hulp deze toren hebben gerestaureerd. Die was helemaal vervallen, hij was oud en dergelijke. En we hebben hem nu gerestaureerd met allemaal vrijwilligers. En dat maakt eigenlijk dat het zo bijzonder is dat er zoveel mensen aan hebben geholpen. Waardoor die eigenlijk echt van iedereen is. Want iedereen had wel een steentje aan bijgedragen. Maar hij staat hier midden in het dorp. Dat vind ik eigenlijk nog het mooiste, op het mooiste plekje van Afra eigenlijk. Waar iedereen altijd elkaar kan ontmoeten hier. Hier is altijd wel iemand op het kerkhof, want hij staat op het kerkhof van Prochie Druten. Maar de toren zelf is altijd toegankelijk. 24 uur per dag is je eigenlijk open. Er is altijd de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. Om even een moment rust te kunnen pakken. Maar ook te genieten van de prachtige rust en de mooie toren hier in Afra. Nou zeg je, hij is altijd open. Dus hij is niet speciaal voor de Open Monumentendag vandaag open gegaan. Hij is inderdaad altijd open. Maar de
bovenste verdieping die hebben we vandaag wel opengesteld. Want het is hoog, hoge trappen. Dus voor de veiligheid willen we dat alleen maar doen op de dagen dat het kan. Bijvoorbeeld op de Open Monumentendag of op een andere dag. Maar dan wel in overleg met ons. Ja. Nou kijk ik naar die toren en dan heb ik het idee dat er iets aan vastgezeten heeft. Klopt dat? Ja, heb je goed gezien. In de 14e eeuw stond hier eigenlijk ook een kerkje aan. En die is op een gegeven moment... kerk is weer afgebroken en daardoor is er een toren overgebleven, een verdedigingstoren is het eigenlijk. En die is nog steeds blijven staan en daarom noemen we het ook de oude toren, omdat het echt uit die tijd is gekomen. En er heeft een kerkje aangestaan, maar die is helaas weg. Ja. En nou staat die midden op een begraafplaats. Was die begraafplaats er ook al in de 14e eeuw? Er zijn hier al eeuwenlang eigenlijk wel mensen begraven. Ik weet niet of het de 14e eeuw al was. Ik verwacht denk ik wel, want dit was eigenlijk het centrum van het dorp. Het Hoog, waar de oude boerderijen omheen staan en de boeren eromheen zaten. En de kerk in het midden. Ik verwacht dat wel toen ook een begraafplaats is geweest. Durf ik niet helemaal te zeggen. Als we naar binnen gaan, hè, wat zien we dan allemaal in deze oude toren? Ja, in 2004 hebben we hem gerestaureerd en daar hebben we ook een vitrine in gemaakt. Een vitrine om tentoonstellingen te kunnen laten zien aan mensen. Een expositie van plaatselijke verenigingen die de gelegenheid krijgen om in 5 maanden tijd hun vereniging of hun hobby of hun informatie kunnen delen aan bezoekers. Een afgeschermde ruimte en daardoor ook altijd toegankelijk, omdat de deur altijd open staat en voor iedereen de mogelijkheid is om zo'n expositie te laten zien aan de plaatselijke bevolking of aan bezoekers die hier heel veel voorbij komen. Binnen in de Oude Toren is ook een expositie van Anton van Wely. Dat is een wereldberoemd iemand, geboren hier in Afferden. En hij is in 1866 geboren, tweede kind. Die ouders hadden 3 kinderen, dus... zijn vader was wethouder in Druten en zijn moeder was verploegen, Bergharen. En waarom is hij zo wereldberoemd geworden? Als kind tekende hij al heel graag. Hij was eigenlijk voorbestemd om bij een notaris gaan te werken. Dus bij een vriend van de vader. Dus, en dat wilde hij niet, hij wilde graag tekenen. En uiteindelijk is dat toch zo geworden, dus hij heeft... de cursussen kunnen volgen in Brabant, in de Bos. Hij is kunstschilder geworden en wereldberoemd. Hij heeft in 3 pausen geschilderd. Het Koninklijk Huis hier heeft hij verschillende mensen geschilderd. Overal had hij zat hij in Engeland, in Londen, in Italië, in Spanje. Overal had hij dus heeft hij zijn werk gedaan. Dus ook heel veel beroemde mensen ook geschilderd, ook van toneel en noem maar op. En nou staan we bij de oude toren van Afferden. Ja. Jij bent daarmee opgegroeid, hè, ja. Hier in Afferden. Ja, wat vind jij nou het bijzonderste of het mooiste aan deze toren? Ja, de bouw, het is oud, hè. Al wat oud is, dat vind ik prachtig. Dus, ik ben in Afferden geboren en ik woon hier al bijna 50 jaar, hier vlak bij die toren. En dat vind ik, het is helemaal gerestaureerd door vrijwilligers. Allemaal door vrijwilligers. Ja. Van Afferden. En daar vind ik wel, ben ik ook bij geweest. Ik heb alles gefotografeerd en gefilmd. Dus dat vind ik gewoon prachtig. Dus, ja. Het bovenste gedeelte van de toren was speciaal voor Open Monumentendag geopend. Maar het onderste gedeelte is het hele jaar door te bezoeken.